Jella sprak van Elvis Presley uit 1900. Terwijl ik vraag meteen aan mijn volgende gast, David Herman. Goedemiddag, David, welkom. Goedemiddag. Uit welk jaar komt de? Dit is 1956. 1956, ja. Hij weet dat omdat David een hele grote fan is van Elvis Presley, hè, David? Van kan je dat worden, de... ja. Hoe groot is dat, fan? Ik zelf 1,78 meter. Maar hoe dat anders uitgedrukt kan worden... Is moeilijk eigenlijk, ja. En jullie zijn van Elvis Metas, dat is een Belgische vereniging. Het is een Belgische fanclub, ontstaan in België, maar eigenlijk zodanig gegroeid dat we over gans Europa wel bekend zijn. Ja, en wat doen jullie dan eigenlijk precies? We doen heel veel. Het belangrijkste is eigenlijk de nalatenschap van Elvis in leven houden op een goede manier, op de juiste manier. Laten merken dat Elvis degelijk een muziekicoon was. Ja. Ja, dat staat buiten kijken. Iedereen houdt van Elvis, zelfs Marco Zee, iedereen houdt van Elvis Presley. Absoluut. Ja, maar ook naar andere muziek luisteren, zoals bijvoorbeeld die van Marco Zee. Ik luister naar heel veel verschillende muzieksoorten. Ja. Ja. Gelukkig. Het is een heel bijzonder verhaal, want de fanclub is een strijd aangaan met een veilingsgigant, Julian's Auction House, want die willen eigenlijk de crypte verkopen waar Elvis ligt opgebaard. Hè? Wat is er precies aan de hand? Het is niet helemaal correct. Nee. De strijd aangaan is trouwens een heel, heel hoog woord. We staan niet met geweren klaar of zo. Het is ook niet de plaats waar dat hij begraven is. Toen hij in 77 gestorven was, is hij overgebracht naar Forest Hill Cemetery, dat is het grote kerkhof in Memphis. Ja. En daar ligt een groot mausoleum waar dan wat nu te zien is. Mm-hmm. Daar binnenin worden dan de prominenten van de stad begraven. En Elvis is daar ook. Om te beginnen, gelegd. Begraven is het niet, want het is een nest in de muur waar dat, de kist in gelegd is. Ja. Na een paar weken werd al heel duidelijk dat er bedreigingen waren. Elvis' vader leefde nog op dat moment. Los geld eisen, zodat het lichaam zou gestolen worden. Ja. En dan heeft die vader besloten van daar moet iets mee gebeuren. Dus het lijkt niet zo'n veilige plek om hem daar te laten liggen. En dan is hij uiteindelijk verhuisd in zijn tuin in Graceland, Meditation Garden. Ja. Maar de plaats waar hij dus oorspronkelijk begraven is, staat sinds 1977 leeg. Ja, die gedenksteen die we net zagen. Maar de gedenksteen. Het is waar duizenden mensen elk jaar naartoe gaan. Iedereen die Memphis in Graceland bezoekt, gaat daar ook even langs. Te meer omdat het amper een kilometer van Graceland ligt. Dus het ligt er bij wijze van spreken net tegenover. Dus de mensen passeren, die gaan daar ook even stilstaan bij. Ja. De bedoeling is altijd geweest dat heel de familie daar begraven werd. Elvis' moeder was al heel vroeg gestorven, die lag al op het kerkhof. Die heeft ook heel even in die crypte gelegen. Ja. Het is dus eigenlijk een kamertje afgesloten met een hek waar plaats is voor 6 personen. Ja. En die crypte die gaat, zou nu verkocht worden, die wordt geveild of die zou geveild gaan worden op 23 juni? Ja, de bedoeling is dat het weekend dat nu komt bij Julian's Auctions, de eigenaar is het kerkhof zelf. Ja. Hier is het allemaal gemeentelijk eigendom, maar in Amerika zijn dat dus privé toestanden. Ja. Ja. En daar proberen ze nu ook omwille met de heisa die de 35ste verjaardag met zich meebrengt, proberen ze daar geld uit te slaan en het zo onder de aandacht te brengen. Ja. De startprijs is gezet op $100.000. $100.000? Ja. Wauw. En voor $100.000 weet je dus al dat jij op Elvis een plek kunt gaan liggen. Ja. Wat een beetje een vuurige gedachte is. Zijn jullie dat nu tegenhouden? Hoe doen jullie dat? Met een soort petitie heb ik begrepen? Ja, we zijn een paar weken geleden een petitie gestart die door verschillende fanclubs overgenomen is wereldwijd. Ja. Kan dus gestemd worden op een site of een petitie getekend worden. Dus op elvismatters.com kan naar die petitie gegaan worden. En dan proberen we, voordat het weekend is, die documenten af te geven. We hebben al een afvaardiging gehad vorige week in Memphis, op het kerkhof van een van onze Nederlandse leden. Ja. En die is daar op een heel deftige manier ontvangen en ze hadden er wel oor naar. Ja, dat zou iets uitmaken, denk je? Het kan zeker uitmaken. Nu Amerikaan of wereldwijd, als er ergens geld rapen valt, dan zijn de mensen er snel bij. Ja. Vorig jaar waren de autopsie-items opgedoken, waar dat, dus de chirurgische spullen waar de autopsie mee gebeurd is. Die werden ook aangeboden op een website. Er was ook heel veel tegenkanting en dat is uiteindelijk toch teruggetrokken. Ja. Ja, dus dat is dat verhaal, hè, Marco? Hè? Absoluut, ja. Maar dat is een tonnen van straffen verhaal over Elvis, te voorstellen. Ja, dat klopt wel. Ja. Heel veel roddels en legendes,
maar ook maar dit is wel heel echt. Dit is heel echt, ja. Goed, ik heb zelf al de petitie ondertekend. Het gaat heel simpel. Even naar de website gaan, elvismatters.com/petities. En dan kan je daar gewoon achteraan dat je er tegen bent. En we hopen dat het iets uitmaakt, hè. Maar jullie geloven er wel in, hè? We geloven er wel in. En stel dat de veiling nog niet echt teruggetrokken wordt, ja, zien we nu ook niet echt zitten dat iemand daar zo geld voor heeft. Ja, inderdaad. Ja. Zo iets voor jou zijn, zo een Marco Z Memorial, zo, nu, niet nu, hè, Marco, zo een 100 jaar of zo, hè, dat mensen zo bloemen op een steen komen leggen, zo. Kan je je voorstellen eigenlijk als artiest? Absoluut niet, nee. Ik denk niet dat dat dingen zijn waar je niet mee moet bezig zijn. Nee, dat weet ik ook wel, maar het gebeurt wel, hè. Ja. Nee, dus... nee, maar zou je zo'n icoon, want als artiest wil je altijd populair worden, bekend worden, groot worden. Hoe groot wil een artiest worden? Zo groot als Elvis Presley bijvoorbeeld? Of, het is nooit een ambitie van mij geweest om echt als persoon of als artiest groot te zijn. Het is vooral voor mij belangrijk dat mijn nummers gekend zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer, dat mensen van mijn muziek kunnen genieten. Ja. Ja, dat hoort er natuurlijk ook al bij als je zelf de uitvoerder bent, dat jij dan ook wel in de picture komt. Ja. Maar, dat is misschien het belangrijkste. Ja, dat is een bijkomstigheid. Ja. Oké, David, fijn dat je hier was. Heel veel succes. Ja, ik zeg nog even, dus je kan die petitie tekenen. Liefst deze week, vandaag. Doe het nu meteen. Ga naar elvismatters.com/petities. En zo kunnen we toch misschien tegenhouden dat die crypto wordt verkocht. Hè. Het zou een schande zijn. Hè. Ja. Ja, goed. Blijf je eens zitten. Marco, kom je eventjes mee? Want eet je graag mosselen toevallig, of niet? Ik lust op mosselen, ja. Je lust